maak van die 8 een 10 in plaats van die 4 een 6. Er is niemand te vinden. Ik bedoel, daar loop je in allerlei branches tegenaan. Als jij als bedrijf je strategie wil uitvoeren en goed wil uitvoeren, je hebt aandacht voor medewerkers, dan vind ik absoluut dat HR een plek in de board moet hebben. Korte lijnen en goed naar buiten blijven kijken. Als iemand dat kan bouwen, ja, dan heb je wel echt een hele interessante sleutel in huis. Hoe zorg je ervoor dat je als ondernemer of als organisatie een aantrekkelijke werkgever bent? Zeker in de huidige tijd. Daarover praat ik in een serie gesprekken die ik maak samen met Loket.nl met diverse experts. Welkom bij CVD-TV. Bij mij te gast Niels Terpstra van BDO. Niels, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, wat heb jij met dit thema? Ja, best veel. Ik ben partner bij BDO en dat betekent dat ik eindverantwoordelijk ben voor de unit payroll en HR services voor de klanten van BDO. Ja. Dus ik kan het thema HR vanuit mijzelf als ondernemer bij BDO kan ik belichten vanuit de problematiek die we hebben natuurlijk in de arbeidsmarkt en mensen die wij zelf aantrekken. Ja. En tegelijkertijd leveren wij software voor bedrijven waarmee je de HR-problematiek kan oplossen. Alleen software? Of ook bijbehorende diensten? En diensten, inderdaad. Dus bijvoorbeeld Loket.nl. Dat is een systeem waarmee wij de salaris en HR-verwerking van de klant kunnen doen. Maar we kunnen ook echt de dienst overnemen voor de klant. Wat me opviel was op je LinkedIn-profiel had je een waanzinnig grote plaat. Zo'n Time for Change stond daarboven. Ja. Is dat gewoon, vond je het een leuke foto? Of waarom staat die daar prominent op je profiel? Nou, ik heb hem er bewust op gezet omdat ik toch echt wel zie bij veel ondernemers dat ze toch blijven hobbyen. Toch het zelf blijven doen met Excel-modelletjes, met verschillende systeempjes waarbij wij eigenlijk zeggen van ja, weet je, kom eens bij BDO praten. Kijk eens welke veranderingen wij je eigenlijk redelijk eenvoudig in mee kunnen nemen. Mm. En met een beperkte investering kun je eigenlijk best wel een strakke payroll- en HR-administratie opzetten. En dat is echt de verandering waar een hoop bedrijven echt nog in meegenomen moeten worden. Want wat gaat er fout? Het gaat fout. Ja, of het fout gaat, weet ik niet zozeer. Maar het zit vaak in heel veel systemen. Bijvoorbeeld vakantiedagen worden in Excel bijgehouden. Ziekmeldingen worden in systeem X bijgehouden. Tijdregistratie in systeem Y. En dat kun je feitelijk allemaal in één systeem onderbrengen. Of je kunt het aan elkaar koppelen. Mm. Dus bedrijven verliezen veel tijd in op verschillende plekken dezelfde gegevens allemaal onderhouden. Mm. Om bijvoorbeeld te noemen, een ziekmelding in een Arbo-dienstsysteem, die zou je ook al in het payrollsysteem in Loket.nl kunnen verwerken. Dan gaat die automatisch naar de Arbo-dienst en eventueel naar de verzekeraar. Nou, dat scheelt je 2-3 handelingen. In en uit diensttraining allemaal in één basissysteem verwerken en de rest allemaal met API's aan elkaar koppelen. Ja. Ja, dat doen veel bedrijven nog niet. Hey, dat is ook voor een gedeelte heel praktisch. Hè? Gewoon je systeem op orde hebben, je IT op orde. Ja. Laat dus één trapje, zeg maar, een beetje macro kijken. Wat maakt in jouw ogen een werkgever een aantrekkelijke werkgever? Ja, in mijn ogen maakt dat je meedenkt met de medewerkers die je op dit moment in dienst hebt. Dus enerzijds, hoe kunnen we ze faciliteren om zowel een goede werk-privé balans aan te houden. Mm-hmm. Waarbij je ziet dat de jongeren tegenwoordig met een vierdaagse werkweek eigenlijk als standaard zien. Om te zorgen dat ze er thuis kunnen zijn, maatschappelijk verantwoord eventueel een dag in de week bezig kunnen zijn. En tegelijkertijd ook wel een serieus salaris willen verdienen. Hè? Ja. Dus dat is echt wel schakelen. Ja. En op het moment dat je dat op een vrij oude manier blijft gaan, ja, dan ga je die jongere generatie niet aanspreken. Nee, en die heb je wel nodig. Die heb je absoluut nodig, ja. Wat maakt er meer een werkgever aantrekkelijk? Waar wij als BDO op inzetten is inzet op talent. Dus we laten vooral medewerkers heel erg vertellen en doen waar ze goed in zijn. Dus maak van die 8 een 10 in plaats van die 4 een 6. Tuurlijk heb je allemaal wel eens een vervelend klusje om te doen. Maar we proberen daar eigenlijk zo min mogelijk van te laten doen. Ja. En vooral de dingen te doen waar je goed in bent. Maar wat zijn met name grote veranderingen als je naar jouw opdrachtgevers, naar jouw klantenportfolio kijkt? Wat zijn daar de veranderingen? Blijf binden en boeien. En hoe trek je mensen aan in deze moeilijke arbeidsmarkt? Dat is echt een super actueel thema. Ja. Is ontzettend moeilijk ook. Hè. We hebben nog nooit zo'n lage werkloosheid gehad. Ja, er is niemand te vinden. Ik bedoel, daar loop je in allerlei branches tegenaan.
Hè, zelfs in de horeca tegenwoordig, hè, nu corona weer voorbij is. Het is vreselijk. Hè, dus hoe ben jij nou als werkgever aantrekkelijk voor die arbeidsmarkt? Hè, dat is echt een heel actueel thema. Tegelijkertijd zien we allerlei thema's nu voorbij komen met bijvoorbeeld intimiteit. Hè, die hele MeToo-situatie heeft ervoor gezorgd dat iedereen alle personeelshandboeken er weer bij heeft gehaald. Ja. En natuurlijk aan het kijken is van, ja, staan daar de juiste regelingen nou in opgenomen? Hè? Is er een vertrouwenspersoon benoemd? Hè, waar kan we, en als die niet is, wie is dat dan? Hoe gaan we dat hele proces optuigen? En wat als er dan iets gebeurt, klopt het dan? Ja, dat is op dit moment heel erg actueel binnen HR. Grensoverschrijdend gedrag, discussie en diversiteit en inclusie ook natuurlijk. Absoluut, ja. Ja, je ziet in de grotere bedrijven, daar worden echt diversiteitsmanagers aangesteld. Om natuurlijk dat hele thema aan te pakken en om te laten zien ook van, ja, weet je, dit nemen we serieus. En hoe gaan we dan die mensen onboorden? Toevallig hebben we binnen BDO verschillende projecten opgezet. En ook echt een diversiteits- en inclusiemanager aangesteld om te zorgen dat we dit thema heel serieus nemen. He, want je moet er eigenlijk een probleemeigenaar benoemen om te zorgen dat de thema's worden opgepakt. Ja. Dus een grote tak van ons is advisory. Hè. Daar zitten de HR-consultants die op dit soort grote thema's, strategische thema's, kunnen meehelpen met klanten. En nadenken over, ja, wat zou je daar als werkgever mee moeten en hoe kun je zo'n thema nou goed in de organisatie wegzetten. En tegelijkertijd verzorgen wij binnen een van die units, dus de salaris- en HR-administratie van klanten. Ja, wat verandert er bij jullie? Ja, we zien als je kijkt, hè, binnen het vak salarisadministratie moeten we zorgen, hè, dat we veel verschillende ingewikkelde processen, hè, eigenlijk goed moeten vertalen in een systeem. Mm-hmm. We moeten zorgen dat de Belastingdienst en het pensioenfonds en noem het allemaal op, de juiste informatie tijdig krijgen. Hè, tegelijkertijd proberen wij natuurlijk de actualiteiten direct op te pakken om te zorgen dat we daar ook de juiste adviesproducten onder kunnen zetten. Een van de andere ontwikkelingen die ik, tenminste waar ik veel over hoor, is de holy grail, is data, big data. Wat voor rol speelt data? Ja, data is op dit moment echt binnen BDO een van de belangrijkste speerpunten voor ons. Hè, maar ook om die data te interpreteren en te vertalen naar bijvoorbeeld dashboarding voor klanten. BDO heeft heel veel data, zowel vanuit financiële administratie, vanuit de belastingen, tax, maar ook dus vanuit payroll en HR. En wat we eigenlijk doen is, we zijn met een aantal analisten en IT'ers die data aan het vertalen naar concrete producten. Kun je het concreet maken? Ja, we hebben bijvoorbeeld een dashboard ontwikkeld voor onze payroll klanten die op loket zitten, om te kijken, heb je de juiste subsidies allemaal toegepast? Bijvoorbeeld de LIV is een hele belangrijke subsidie. En daarin kun je eigenlijk in ons dashboard zien van, ja, moet ik nog iets doen om te zorgen dat ik volledig van die subsidie, laag inkomensvoordeel, dat is best een behoorlijke subsidie, of ik daar nou wel optimaal gebruik van maak. Nou, en door alleen maar dat dashboard te raadplegen, zie je eigenlijk in één oogopslag wat je nog zou moeten doen om te zorgen dat die mensen daar nog voor in aanmerking komen. Dus data-analisten, dashboarding, dat is bij ons op dit moment echt speerpunt in die hele adviesproducten. Verandert dat de rol van een HR-afdeling binnen een bedrijf? Nou, ik denk dat het eigenlijk alleen maar makkelijker wordt. Ja. Juist door dat dashboard te raadplegen en daar eens even rustig de tijd voor nemen om daar doorheen te gaan. En te begrijpen van, hey, wat zou ik er nu mee moeten om te zorgen dat ik of iets verander. Of om te kijken van, hey, goh, ik zie dat mijn uitstromen heel hoog is. Wat kan ik er nou aan doen om dat te voorkomen? Of jezelf te benchmarken ten opzichte van andere organisaties in dezelfde branche. Doen jullie dat? Dat ik geanonimiseerd data als benchmark data kan gebruiken in mijn eigen dashboarding? Ja, absoluut. We hebben binnen een aantal branches zijn we echt marktleader. En daarin kunnen we eigenlijk heel makkelijk bedrijven tegen elkaar aanzetten. En daarin kun je eigenlijk zeggen hoe jij het doet ten opzichte van die bedrijven. Op een heel specifiek onderdeel of op omzet of op het HR-stukje of op beloningsgebied. Hè, als jij bijvoorbeeld de filiaalleider van een bepaalde supermarkt vele malen hoger beloont, dan zie je dat zo terug in een benchmark. Wat ik me afvraag even, als ik hierop doordenk, van, nogmaals, ik ben een specialist. Jij kent die markt veel meer beter dan ik. Als ik naar dat is misschien een vooroordeel. Als ik naar een HR-afdeling kijk binnen een gemiddeld bedrijf, zie ik dat veel meer als een soort facilitaire unit die regelt HR-zaken. Salarisadministratie, bla bla bla. Ik zie zo'n afdeling niet als een bijna adviserend to the board
afdeling. Die zegt, hey, luister, er zit daar een issue bij afdeling A. Want we zien daar dat het ziekteverzuim de afgelopen 3 maanden x% is gestegen. Dus wellicht is daar wat aan de hand. Of is dat een rol die zo'n afdeling al speelt of zou kunnen gaan spelen in de toekomst? Zeker als ze van die rich data hebben. Ja, de vraag is natuurlijk, heeft HR nou een plek in het MT nodig? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, als jij als bedrijf je strategie wil uitvoeren en goed wil uitvoeren, je hebt aandacht voor medewerkers, dan vind ik absoluut dat HR een plek in de board moet hebben. Er zitten allerlei thema's onder. Want ziekteverzuim is een gevolg van bepaalde keuzes die je als organisatie maakt. Of zou een gevolg kunnen zijn. Maar dat zie je eigenlijk op verschillende onderdelen, zie je dat binnen HR terugkomen. Binden en boeien van medewerkers. Heel veel bedrijven kunnen op dit moment hun strategie niet uitvoeren omdat ze geen medewerkers hebben. En ze weten ook niet hoe ze de arbeidsmarkt moeten bereiken. Zorg dan dat HR een plek wordt in de board, dat er aandacht voor komt. Want die uitvoering van die administratie, dat hoeft geen plek te hebben in de board. Dat is meer hygiëne. En daar kan je ook nog veel dingen van automatiseren als het echt aan de onderkant zit. Maar juist op die belangrijke thema's, daar wil je echt een HR in de board hebben. Wat wordt de toekomst van de salarisadministrateur als straks de IT zover is dat het allemaal AI heet en machine learning en het allemaal volautomatisch draait? Het vak zal er altijd blijven. In tegenstelling tot 10 jaar geleden, heeft het UWV volgens mij zijn uitspraak gedaan van, nou, stap maar niet in het vak salarisadministrateur, want het is een vak wat verdwijnt. Het is allemaal handmatige handelingen. Ja. Wij denken dat het vak absoluut blijft. Je zal alleen zien dat de eenvoudige repeterende handelingen aan de onderkant worden weggeautomatiseerd. Maar het vak blijft complex. Iedere keer complexe wetgeving waarbij je een salarisadministrateur nodig hebt om de wetgeving te interpreteren en juist te verwerken in de systemen. Dat kun je niet automatiseren. Dus wat we eigenlijk zien is dat die salarisadministrateur eigenlijk steeds complexere werkzaamheden gaat doen. Dus ook steeds hoger opgeleid moet worden om bij te blijven. Ja. In het vak. We zien ook echt een ontwikkeling van mbo naar hbo profiel medewerkers. Dus dat het werk- en denkniveau mee ontwikkelt met de complexiteit van het vak. Dus minder data inkloppen, maar veel meer interpretatie van de regel. Ook een soort van adviesachtige rol dan? Ja, dat zien we toch nog wel steeds als twee aparte werelden. Die adviseur en die salarisadministrateur. Je ziet toch dat je van zo'n adviseur toch even wat anders bedraad moet zijn. Yeah. Om die klanten de juiste adviezen te geven. Maar vooral interpretatie van wetgeving. En hoe moet ik dat nou op de juiste manier verwerken om tot een juiste salarisstrook te komen en tot een juiste loonaangifte te komen richting de Belastingdienst, dat is veel belangrijker geworden. Moet IT-kennis aan de klantzijde aanwezig zijn eigenlijk? Nee. Hoeft niet. Nee. Het mooie is, doordat je eigenlijk API's is een redelijk makkelijke omgeving van systemen, waarin je systemen met elkaar kan laten praten. En als je het hebt over een salarissysteem voor een bedrijf met 100 medewerkers, daar zou ik absoluut niet een IT voor aannemen om dat te laten bouwen. Mm. Maar daar zou ik het zeker uitbesteden. Maar tegenwoordig hoeft dat niet veel tijd meer te kosten, omdat alle kennis en programmatuur die nodig is om die API's met elkaar te laten communiceren. En dat staat allemaal bij wijze van spreken op internet. Het zijn op alle helpdeskportalen is dat aanwezig. Mm-hmm. Dus er is buitenaf veel kennis te koop om te zorgen dat je dat kan installeren. Ja. BDO is geen kleine jongen, hè? Nee. Zei al, wat is het? Vierde van de wereld? Vijfde van de wereld, 2700 medewerkers in dienst in Nederland. Hoe ziet de toekomst van BDO als dienstverlenende organisatie eruit? Ik vraag het vanuit, want dat is een hele open vraag, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het bankwezen, daar komen nieuwe spelers op de markt, die in één keer disrupten, die een gedeelte van het pakket aan diensten leveren, maar dat veel sneller en beter en hipper en moderner doen en zo. Dat zie je in de, pak maar een industrie en je ziet het. Ja. Jullie zijn natuurlijk een van de grote vissen. Hoe zie jij die toekomst? Als BDO willen wij meer gaan focussen op payroll en HR-dienstverlening. Het voordeel van BDO is dat we in 167 landen op dit moment zitten en dat we in ieder land payroll en HR-dienstverlening kunnen aanbieden. Dus stel dat wij een internationale organisatie als klant binnenhalen, dan proberen we eigenlijk in ieder land die payroll en HR-dienstverlening te gaan doen. 1, we hebben die kennis aanwezig in ieder land. En we hebben een schil over de wereld heen gelegd, waarin we uit al die landen de salarisverwerking kunnen tappen en bij een klant centraal kunnen aanbieden. Mm. En dus 1, we hebben de kennis in huis, we hebben de expertise in huis en we hebben het systeem in het huis om te kunnen ontlasten voor een club die
over de wereld zit. Maar zeg je daarmee dat nieuwe spelers en disruptors en een nieuwe hippe jongen die nu in de kelder zitten, dat die dit niet snel kunnen aanbieden? Nee, dat is buitengewoon complex. Ja. Er is namelijk nergens in de wereld een payrollsysteem wat in ieder land de wet en regelgeving heeft zitten. En dat is ook buitengewoon complex om dat te bouwen. Mm-hmm. Omdat het zo ingewikkeld en complex is. En de wereld best groot, is het gewoon niet mogelijk. Maar het klinkt ook best wel, ik probeer je een beetje uit te dagen, het klinkt ook een beetje als zeg maar de baas van Ford 20 jaar geleden, toen Elon Musk nog niet was opgestaan. En dan denk je, wow, alle auto's zijn elektrisch geworden. Ja. En het schijnt een merkje te zijn, dat heet Tesla, die de wereld overneemt. Ja. Is dat risico er in jullie branche? Ja, ik denk het wel. Ik denk zeker dat als er uiteindelijk een partij komt, hè, die natuurlijk al die wet en regelgeving van al die landen goed aan elkaar kan knopen, hè, en op een gestandaardiseerde manier natuurlijk in een systeem kan ontsluiten, mm-hmm. ja, dan gaat dat disruptief zijn. Absoluut. Mm-hmm. Maar het is best complex. Dus ja, het idee gaat niet vanuit mij komen. Ik ga het zeker niet bouwen. Maar als iemand dat kan bouwen, ja, dan heb je wel echt een hele interessante sleutel in huis. Hoe zorg je dat je innovatief blijft en de verandering voorblijft, of in ieder geval meegaat met de veranderingen, terwijl je zo'n grote organisatie bent? Korte lijnen. En goed naar buiten blijven kijken. Ja. Hoe doe jij dat? Ja, door enig in de week echt gewoon bezig te zijn met de ontwikkelingen buiten. En jezelf de tijd te geven om eens allemaal zo af en toe eens even boven de materie uit te stijgen. Eens even naar buiten te kijken. Eens even het werk te laten. Seminars te volgen. Proberen bij ontwikkelingen allemaal bij te blijven die buiten BDO plaatsvinden. Mm. Dat proberen te combineren. Want ja, het is enerzijds natuurlijk best wel een grote club aansturen. Mm-hmm. En tegelijkertijd te kijken van ja, hoe kun je alle ontwikkelingen die buiten plaatsvinden natuurlijk toch tijdig implementeren. Mm. En het vooral ook niet zelf allemaal proberen te doen en te ontwikkelen. Nee. Dat zien we ook wel binnen BDO. Hè? Dat is bijvoorbeeld de reden waarom we Loket.nl gebruiken. Dat is gewoon in de basis een heel goed payroll en HR-systeem. Ja, wat goed is ontwikkeld, ja, dat kunnen wij vrij makkelijk implementeren en wegzetten bij klanten. Ja. Ja, dan moet je het niet zelf willen gaan maken. Mm. En dat is natuurlijk best lastig om af en toe die afweging te maken. Willen we het zelf bouwen of koop je het in? Ja, ja, ja. Dus daar moet je in bij proberen te blijven. Wat maakt het zo leuk, dit vak? Ja, eigenlijk iedere dag bezig zijn met mensen. Mm. Bezig zijn met het vak, kijken hoe het beter kan, hoe we het slimmer kunnen doen. Mensen helpen in hun ontwikkelingen, coachen. Dat vind ik leuk om te doen. Mm. Ja. Mag je danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken. En mede namens Loket.nl. En wil je nog meer weten van Loket.nl? Kijk dan vooral op hun website. Vond je dit gesprek nou boeiend? En wil je er meer zien? Want we zijn een hele serie aan het maken. Kijk dan op onze playlist op het YouTube-kanaal van 7DTV. Luister naar onze podcast. En voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi. We'll be right back.